Eğlence. Hocam hani buradan mı gidelim? Buradan aşağıya gidelim ya. Ne Wij zijn hier met een heleboel mensen al jaren bezig eigenlijk om deze wijk van binnenuit sterker te maken. En we kijken hoe we het kunnen ontwikkelen met de mensen die hier wonen en de capaciteiten die er hier zijn. Er zijn een hoop projecten uit ontstaan die we coöperatieve werkplaatsen noemen. Wij geloven heel sterk in het coöperatieve model. Als je samenwerkt en kansen en talenten benut, dat je dan verder kunt komen. Dat je dus ook zo'n wijk vooruit kunt helpen door de mensen hier wonen sterker te maken, economisch sterker te maken. En dat gaat op een heleboel vlakken heel goed, maar we lopen ook regelmatig tegen problemen aan. Wij proberen een hoop mensen aan het werk te krijgen hier zo. De realiteit is dat een hoop mensen ook in de wijk of in de stad. Maar dan lopen we dus bijvoorbeeld tegenaan dat mensen die talenten eigenlijk niet in kunnen zetten omdat ze dan een uitkering kwijt raken en dat een veilige basis is waar ze in zitten. Terwijl ik geloof dat als je kunt meedoen aan de economie en kunt werken, dat dat dan uiteindelijk een toekomstperspectief is en dat het ook veiligheid moet bieden en zekerheid. En ik ben benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt, zeg maar, tegen het creëren van kansen in wijken zoals de eigenlijk Duinerwijk. Nou, het is prachtig dat ik deze wijk ken, maar dat was, als ik er nu doorheen rijd, is het een baken van creativiteit en vooruitgang ten opzichte van begin jaren 80 en het jaren 70 toen ik er dagelijks doorheen fietste. Want vanuit Woon fietste ik zo Maas Tunnel in, als ik een metro zat, dan hadden hier de stops en hier zat vlak bij een hele goede feestartikelenwinkel waar ze schietbommen verkochten. De glazen flesjes die jij hebt erin. Dus dat een wijk kan veranderen, dat zie ik op het moment dat ik hier rondloop. Wat daar voor nodig is, is in eerste plaats een lokale overheid die daar kansen ziet. Ik denk dat we nu al een jaar of 30 zijn begonnen met voor zeven boxen van het grote stedenbeleid, dat we die plekken fysiek zijn gaan opknappen. En terecht zeg jij, en het ziet er dan best aardig uit, maar er zit ook een sociaal aspect achter de woorden. En daarvoor is het nodig dat we op tal van manieren proberen mensen te activeren. Te activeren is niet een eenduidig iets. Daar zijn ook lachen gekomen met z'n allen. Vrijwilligerswerk, mantelzorg, soms ook manieren zijn om zinvol voor jezelf en maatschappelijk bezig te zijn. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen hun eigen bestaan kunnen voorzien. Want hebben van een baan betekent heel veel andere dingen die er in het leven uit voortkomen. Ja, en hoe gaan jullie ervoor zorgen dat meer mensen uit Rotterdam-Zuid een baan kunnen krijgen? Dat zal op tal van manieren doen, maar zeker voor een stad als op tal van levensbelang, dat ons vestigingsklimaat interessant blijft. Deze stad, hoewel natuurlijk elke keer zie je transformatie, is toch altijd sterk ook internationaal georiënteerd. En voor een stad als Rotterdam is het dus heel erg belangrijk dat we als Rijn een vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven hebben, waardoor er banen zijn. Ik kun je ook eigenlijk, want ik heb natuurlijk naar jullie programma gekeken en voor de toekomst denk ik dan van hé, daar zie ik echt wel wat punten waarvan ik denk, nou, dat ziet er goed uit. Weet je, daar geloof ik wel in als je dat zo zegt. Alleen het klopt niet helemaal met het beeld dat ik altijd heb gehad van D66, of meer als een partij voor mensen die
toch wel zelfredzaam zijn, op een bepaald manier succes hebben. En in hoeverre is het beleid dat jullie dan voor de toekomst hebben, of de ideeën die jullie voor de toekomst hebben, in hoeverre hebben jullie dat in het verleden ook al waargemaakt? Of wat hebben jullie waargemaakt voor de... Keer op keer. En het feit dat je zelf redzaam bent, dat betekent niet dat je altijd uit zo'n achtergrond komt. Als ik nou naar de 12, we zitten met z'n 12, als ik naar de 11 collega's in de fractie kijk, dan heeft het overgrote deel nog geen ouders gehad die zelf goed gestudeerd hebben. Maar er zijn kansen die in de laatste generatie, de laatste twee generaties, zo ook in mijn geval, ontstaan zijn. Dus, en als je in zelf, het beleid van jullie? Ja, dat zeg ik. Als je er zelf mee maakt, dan weet je ook wat er voor nodig is. En zoiets als, nou, wat dus al in de jaren 90 door Roger van Boksel was het grote steden beleid werd neergezet, is van groot belang geweest om ervoor te zorgen dat mensen niet alleen al vanwege hun postcode een achterstand krijgen. Nou, daarnaast het onderwijs, ja. Bijna zelf nooit meer te vertellen, want iedereen noemt D66 de onderwijspartij. Nou, onderwijs is voor mij het begin en het eind van alle kansen die je in het leven krijgt. En ook daar hebben we van zelfs de afgelopen jaren vanuit de oppositie, terwijl PvdA VVD wil bezuinigen op onderwijs. En zelfs, vergeten mensen nog wel eens, maar het is campagnetijd, ook de SP een miljard wil bezuinigen op het onderwijs, hebben wij ervoor gezorgd dat er 100 miljoen extra naar het onderwijs zijn gegaan. Dus, om maar heel concreet te zijn, zelfs vanuit de positie weten wij nog dit soort dingen te organiseren. Ja, zou ik het nog concreet kunnen maken, bijvoorbeeld voor iemand uit de Afrikanerwijk? Kleine klas. Ja. En op het gebied van werk? En op het gebied van werk, vaste baan. Ja, je wilt concreet, dus dan word ik heel concreet. Ja, dat is supergoed. Ja. En dan vanuit de positie van werkgever, want wij zijn bijvoorbeeld als wij coöperaties hebben, ook werkgever voor een aantal mensen. Waarbij met name, want je zegt een coöperatie, maar dat is dus een kleine onderneming. Wat we heel belangrijk vinden, is dat de werkgevers en werknemers nou eens uit hun krant krijgen van een soort gestolde oude belang. En dat zit bijvoorbeeld bij doorbetaling bij ziekte. Het is fantastisch dat wij zekerheden voor de werknemer creëren, maar als het betekent dat hij die zekerheid nou zal krijgen omdat hij geen baan krijgt. Nou, mijn kat op haar lijkt, die heeft eigenlijk 3 mensen diensten. Ze zegt, Alexander, ik durf het gewoon niet aan. Ik verhuur stoelen nu, omdat ik niet, maar ik vroeger dat wel deed, iemand die dienst wil nemen, dat ze één van ons vieren wat krijgt, ja, dan ga ik failliet. Dus, door betaal ik bij werk, maar ook zoiets als al die payrolling en al die tijdelijke ellende. Kijk, als een ZZP'er, keuze, fantastisch. Iemand die uitzetwerk wil doen om ergens in te voorzien, prima. Maar niet als er vast werk is, maar het wordt opgedeeld in partjes van 2 jaar, omdat wij regels hebben gemaakt die ervoor leiden dat de werkgever veel te kwijt is. Nou, dat is nu heel gevecht met andere partijen, maar dat is voor de komende kabinetsperiode een van mijn speerpunten. Zorgen dat er op die manier meer vaste banen komen. Er zijn 2 miljoen mensen in dit land die eigenlijk niet hebben aan het werk. Die zouden eigenlijk een vaste baan willen hebben. Nou, dat vind ik een veel belangrijker dag. Dat heb ik in ieder geval. Ja. Ja. Ik denk dat het blijft wel een lastig dilemma, zeg maar, in de praktijk. Ik denk dat het wel zijn dan voor ons, omdat wij aan de ene kant ook geloven in die flexibiliteit. En soms voor mensen ook werken, maar tegelijkertijd wil je die zekerheid bieden of wil je. Ja, het is een beetje de dood om van flex moet minder flex en vast moet minder vast. Maar onze arbeidsmarkt is ongelooflijk veranderd. De tijd dat je 40 jaar bij een baas werkte en dan een gouden horloge kreeg, is echt iets van diep de vorige eeuw. En 6-7 jaar en mensen willen nieuwe kansen hebben. Er is ook geen beroep meer waar geen onderwijsscholing na een paar jaar nodig is. En dat is een arbeidsmarkt waar D66 vindt de landelijke overheid gewoon achterloopt en daarmee redt. Dankjewel. Dankjewel, Annette.